Donderdagavond was er in het gemeentehuis een hoorzitting over veranderingen in de zorg. Die worden veroorzaakt door nieuw beleid van het Rijk. Op dit moment regelt de Rijksoverheid in de AWBZ de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het is de bedoeling dat in 2015 alleen nog de zwaardere zorg in instellingen door het Rijk wordt betaald. De gemeenten moeten de begeleiding en verzorging aan huis overnemen. Dit wordt geregeld in de wet maatschappelijke ondersteuning. Die bestaat al, maar moet worden aangepast. Dat zal voor veel mensen een verandering opleveren. Dat het onderwerp veel mensen bezighoudt, bleek afgelopen donderdag uit de opkomst. Wat vond u van de belangstelling? Ja, overweldigend. Te kleine ruimte. Dat was echt. Er is heel veel aandacht besteed door de gemeente Apeldoorn. En ik heb in de inspraak al een compliment gegeven, maar ik doe het met liefde alsnog. Er is heel veel tijd, energie gestoken in de inspraak de afgelopen maanden rond dit hele traject. De afgelopen maanden heeft de gemeente een aantal inspraakbijeenkomsten gehouden voor zowel zorgverleners als mensen die zorg ontvangen. De inspraak is verwerkt in de plannen van het college. We hebben een nota gemaakt over begeleiding als nieuwe taak, zeg maar dagbesteding. En als we daarover in gesprek gaan met Apeldoorners, dan zien we dat er niet 10, niet 20, maar 800 Apeldoorners op die gesprek afkomen. En daar zit dus heel veel power. Wij moeten het met iets minder geld gaan doen dan waar Den Haag het nu mee doet. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen gaan klaren als we allemaal de neus dezelfde kant op krijgen. De gemeente wil met iedereen die onder de nieuwe regeling zal vallen een gesprek gaan voeren om de zorgbehoeften te kunnen inschatten. Alleen al bij begeleiding in de AWBZ zijn dat 2600 mensen. Daar willen we met iedereen willen we gaan praten. In een heel uitzonderlijk geval kan je voorstellen zeggen van nou, absoluut geen gesprek nodig, zo duidelijk dat wat er aan de hand is. Maar we hebben eigenlijk de intentie om dat te doen, ook omdat we bij zo'n gesprek ook andere vragen, zorgen, kansen in beeld willen brengen. Want wij zijn ervan overtuigd dat ook mensen die nu bijvoorbeeld begeleiding, persoonlijke begeleiding krijgen, dat voor een deel de talenten van die mensen niet benut worden. En we hebben ook geleerd in de achter ons liggende tijd dat door gesprekken met mensen die talenten naar boven komen en mensen dan bijvoorbeeld als vrijwilliger ergens gaan werken en daar helemaal blij van worden. Zo van, verdorie, dat kan ik ook en ik beteken wat in die stad. Dus alleen dat kan al de kracht zijn van zo'n gesprek, dat je dat ook naar boven hangt. De gemeenten zullen een budget krijgen dat ongeveer 25% lager ligt dan het huidige. Daar komt bij dat er waarschijnlijk meer mensen onder de nieuwe regeling zullen vallen, omdat de regering wil dat zorg vaker thuis wordt verleend. Veel mensen zijn ongerust over de nieuwe wetgeving, omdat er nog veel onduidelijkheid is. In het gemeentehuis wordt het af en toe de dagkoersen uit Den Haag genoemd, omdat het echt zo vaak verandert. En het staat nog steeds niet vast. Hè? Het wordt nu in deze periode in de Tweede Kamer behandeld. Maar dan moet er nog een nieuwe wet komen op de WMO. En die komt pas in de loop van 2014. Er is nog geen wet. Wij weten wel op hoofdlijn wat de wet wordt. En daar hebben we ook invulling aan gegeven in onze plannen. Wij weten nog niet precies hoeveel geld we krijgen. We weten nog niet precies wie de klanten zijn. Ik moet zeggen cliënten. Maar dat neemt niet weg dat we in de aanloop naar onze nieuwe plannen de mensen heel nadrukkelijk daarbij betrekken. En daar krijgen wij dus wel veel positieve reactie op. Mensen zeggen wij realiseren dat er voor de gemeente ook nog veel onzekerheid is. Maar dat jullie ons bij elke stap die je zet betrekt, dat wordt wel erg gewaardeerd. 10 oktober komt de nota in de gemeenteraad. U gaat eigenlijk daar besluiten nemen over iets wat niet 100% zeker is. Maar het feit is ook dat wij op 1 januari 2015 helemaal klaar moeten zijn. En wat wij in dit najaar besluiten, dat zijn wat mij betreft een paar piketpalen gebaseerd op wat wij nu weten, zoals het nu in het wetsvoorstel staat. Je moet met elkaar hier ook in alle nuchterheid afspraak maken dat je dan nog dingen moet kunnen wijzigen als de wetgever dingen anders voorschrijft. Maar we moeten die stappen zetten, anders zijn we 1 januari 2015 niet klaar. Wij willen ook op tijd klaar zijn om met mensen gesprekken te voeren. Dat is een zorgvuldige afweging. En als de gemeenteraad het daar niet mee eens is dat we nu die stappen zetten, dan horen we dat 10 oktober. Vooralsnog hoor ik in de wandelgangen veel positieve geluiden. Maar hoe het wordt, het gesprek wordt vervolgd over een paar weken.